In de wetenschap dat België nog nooit heeft gewonnen op Nederlandse bodem, besluiten de 1600 toeschouwers een uitverkocht huis een feestje te bouwen in Driebergen. Groot is hun verbazing als Bart Kleijman de score opent voor België, 0-1. Kleijman, de Vlaamse hoop in bange dagen. Een echt supertalent. Nederland, twee uitgebalanceerde vakken met niet alleen blikvangers, want bondscoach Van der Bos moet ook nog wat spelers overhouden voor de return morgen in Antwerpen. Wel blikvanger deze Rico Kruijts, Mr. Dalto, de ploeg die hier zijn thuiswedstrijden speelt. Maar de Belgen nemen weer een voorsprong door een doelpunt van Mitch Lennarts. 1-2, we hebben dan zo'n 5 minuten gespeeld. De opening is dus duidelijk voor de Belgen. Maar daar is Michiel Gerritsen van het Groningse NIC met de 2-2. Het zou 10 minuten duren voordat Nederland voor het eerst op voorsprong komt. En via 4-3 en 5-3 wordt het al snel 6-4. En hier Janis de Groot, 7-4. Janis de Groot spelend voor DOS 46, de landskampioen uit Drenthe. Een mislukt schot van Mitch Lennarts en dan de makkelijke afvang voor Mirjam Malta. Veel rebounds zijn een prooi voor haar met haar 1,98 meter. Het aanvalsvak met Mirjam de Klein. Een mooie score. Mirjam de Klein maakt 8-4. Het andere vak met dus Rico Kruijts en Mirjam Malta. Tim Bakker van Koogzaandijk en Suzanne Struik. Klein van stuk, maar met een loepzuiver schot. Nederland staat dan al 5 punten voor. En hoewel het niet spannend is, de sfeer in de hal blijft. Want Nederland-België is vooral traditie. En kijk eens naar deze schitterende score van Michiel Gerritsen. Aangespeeld in de doorloopbal, uit balans gebracht. En dan met één handje. En bondscoach Jan-Sjouke van der Bos geniet mee. Af en toe open doekjes. Daar komt het publiek voor in Driebergen. En de Belgen, die weten dat ze niet gaan winnen, proberen het toch met slim spel en af en toe wat fysiek te scoren. Het lukt hier door Mitch Lennarts uit een strafworp. Rico Kruijt, de thuisspeler, probeert het dan eens van grote afstand. En terecht, want er stonden nog maar een paar seconden op de klok van de eerste helft. Ruststand 11-6 en na rust gaat Nederland stug verder met Kruijt. Die er 4 maakte en datzelfde geldt voor Michiel Gerritsen. En Bart Kleijman, die Dekselse Belg, die in de Nederlandse competitie de ene na de andere bal scoort, wordt aan banden gelegd. Fanatiek verdedigd door Michiel Gerritsen. En ook de aanvoer naar Kleijman wordt goed gestoord door de Oranje Vrouwen. Wie nog wel tot scoren komt is Detlef Elewoud. 13-8. We zijn dan halverwege de tweede helft. Suzanne Struik en Rico Kruijts, maar weer van afstand. Het verschil is inmiddels 6 punten. Ze zijn het gewend, de Nederlandse toeschouwers. En van zulke ballen moet je dan maar genieten. Dan komt zo'n 10 minuten voor tijd Jos Rozeboom nog in het veld. En die weet in die korte tijd nog even 3 ballen te scoren. Eigenlijk waren het er meer, maar omdat de Portugese scheidsrechter er een paar afkeurde, probeert hij het dus zo. Want vanaf die afstand word je zeker niet verdedigd. Puntgaaf, Jos Rozeboom. En het verschil met de Belgen is inmiddels opgelopen tot 10 punten. En alleen Bart Kleijman kan daar nog iets aan doen. De einduitslag 21-13. Of België zich echt kan meten met Nederland, dat zien we pas morgen tijdens de return in de hel van Deurne. Ik denk wel dat ze vandaag niet met hun sterkste opstelling stonden. En dat ze morgen volle bak gaan. En dat is niet omdat ze nu niet wilden, maar ik denk dat een aantal spelers die een blessure hebben gehad, dat die maar 1 wedstrijd volle bak kunnen. En dan is dat in eigen huis in België, zullen we dat morgen verwachten. Waar ging het dan vandaag om? Om de mooie scores? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is gewoon een dubbel interland, maar... de Belgen hebben dat eerder gedaan. En ik verwacht dat nu. Hè, toch, het is toch 21-13 geworden. Dat is toch al vrij fors. Maar ik denk dat het morgen anders wordt.